Windsurfen, dat is vallen en opstaan. Tijdens de G-Watersportdag kunnen ook mensen met een beperking proeven van verschillende watersporten en vooral het koude water. Eerst is dat heel koud, maar als je dan in één keer valt van je surfplank, dan is het nog echt koud, maar dan moet je gewoon even in het water blijven. De bedoeling is om ze daarmee leren kennis te maken en dan met de bedoeling dat ze misschien later dat misschien wekelijks of vaker gaan doen. De provincie koos de Paalse Plas uit om deze dag te organiseren. Het is een ideale locatie, zoals je kunt zien ook, het is vrij goed toegankelijk, want dat is wel een basisvoorwaarde als je zoiets organiseert. Ook de club hier, je hebt reddend zwemmen Beringen, je hebt de zeilend surfclub Sirocco. Mensen ook met monitoren die ook wel weten waar dat ze mee bezig zijn. Ondertussen heb ik al windsurfen gedaan en kajak en ja, wat gezwommen gewoon, omdat ik veel viel dus. Goh, dat hebben we allemaal gedaan. Ja, plezante dingen, hè. We zijn gaan windsurfen en daarna even in de kano geweest. Ja, plezier gehad natuurlijk. Ja, dat is kei plezant. Wolvenhouder! Ja. En veel malen. Echt zwemsport, dat zit er niet voor mij in, omdat ik muzikaal aangelegd ben. Maar zo in mijn vrije tijd, als ik eens wat pauze kan nemen, dan zwem ik wel eens, ja. In Beringen zijn er al watersportclubs waar personen met een beperking terecht kunnen. De duikclub Gobius, die heeft een aparte afdeling speciaal voor anders valide. En in de toekomst proberen wij nog meer clubs aan te zetten om een G-afdeling op te richten. 1, 2, 3. Met een duik in het diepe sluiten de jongens van Sint-Elisabeth in Wijchmaal hun dag af.